abonneer op ons gloednieuwe kanaal. Wij plaatsen hier dagelijks nieuwe video's, top 10 video's en interessante verhalen. Klik op de link in de beschrijving. Heb je ooit heel sterk willen zijn? Zou je het ook fijn vinden om dikke biceps te hebben en een keihard wasbord? Sommige mensen willen heel graag sterk zijn. Sterk zijn heeft heel veel voordelen. Behalve dat je gezond bent, kun je ook meer doen dan de doorsnee persoon. Om sterk te zijn moet je hard trainen. Misschien word je niet zoals de Hulk, maar om als Arnold Schwarzenegger te worden is niet onmogelijk. In de video van vandaag kijken we naar mensen die alles eraan doen om heel sterk te zijn. We kijken naar een sterke oma van 70 jaar en een meisje die Muscle Barbie wordt genoemd. Word geïnspireerd door of bevreesd van deze 10 sterkste mensen ter wereld die te ver gingen. CJ Center. De meeste kinderen houden niet van groente en fruit eten, behalve CJ Center. Hij is dol op sporten en gezond eten. Deze tienerjongen staat ook bekend als de Workout Kid en is momenteel een fitnessinstructeur met zijn eigen workoutgids en dvd-set. De gids is speciaal ontwikkeld voor kinderen en laat zien dat fitness leuk kan zijn. Toen hij amper 8 jaar oud was, werd hij uitgeroepen tot de most valuable player op zijn rugbyteam. Als het iets is dat CJ graag doet, dan is het rugby spelen. Tegen de tijd dat hij 10 jaar oud was, startte hij zijn fitnessbedrijf. De jonge man is sinds die tijd niet te stoppen. CJ is het perfecte voorbeeld van het welbekende spreekwoord jong geleerd is oud gedaan. Dankzij zijn liefde voor sporten en gewoon ronduit gezond willen zijn, heeft hij deze dingen kunnen bereiken. Mariana Naumova. Sterk zijn is een relatief begrip. Kijken we naar Mariana Naumova, dan lijkt ze op een typisch meisje, terwijl ze veel meer te bieden heeft. Wat je misschien nog niet weet over Mariana is dat ze een powerlifter is. Deze 21-jarige jonge dame begon in de sport van gewicht heffen toen ze amper 10 jaar oud was. Toen ze de leeftijd van 15 jaar had bereikt, deed ze mee in de Arnold Classic. Met haar sterke biceps kon ze met gemak 150 kilogram bank drukken. Ze is dol op gewicht heffen en schaamt zich niet ervoor dat ze deze sport beoefent als jonge dame. Ze heeft meerdere wereldkampioenschappen gewonnen, heeft meer dan 15 wereldrecords in haar leeftijdscategorie behaald en houdt de titel van Master of Sport of Russia International Class. In 2016 nam ze deel aan een toernooi waar ze een lift van 110 kilogram deed. De Russin eindigde op de derde plaats en werd later gedisqualificeerd vanwege doping. 8. Steel Blades. Abhishek Chobi, ook bekend als Steel Blades, is niet iemand van wie je zou denken dat hij supermenselijke kracht bezit. Deze kriele Indiaanse jongeman uit Sagar, India, is de belichaming van het spreekwoord oordeel een boek niet op basis van zijn omslag. Of in Abhisheks geval, oordeel niet hoe sterk de jongen is aan de hand van zijn magere uiterlijk. Hij maakt de claim dat hij de enige persoon is die kan doen wat hij doet. Abhishek heeft namelijk een hele vreemde en unieke manier ontdekt om zijn kracht te gebruiken. Wat hem opviel was dat zijn schouderbladen anders zijn gevormd dan die van anderen. Door hier gebruik van te maken kan hij 2 auto's gebonden aan een touw enkele meters verder trekken. Alleen door het touw vast te houden tussen zijn schouderbladen. In 2016 trok hij een auto van 1,11 ton 27,5 meter verder van waar hij startte. Abhishek oefent al langer dan 10 jaar deze stunt en hoopt ooit eens een wereldrecord te vestigen. 7. Jake Schellenslager. Jake Schellenslager is een krachtpatser van een aparte klasse. Niet zomaar gespierd, maar overtuigend sterk. Toen hij 14 jaar oud was, wist hij een gewicht van 136 kilogram te deadliften. Zijn eigen lichaamsgewicht was in die tijd nauwelijks 54 kilogram. Zijn bijzondere vermogen om meer dan 2 maal zijn eigen gewicht te kunnen liften is bijna wonderbaarlijk te noemen. Doktoren en sportexperts maken zich zorgen dat tieners die te vroeg beginnen met deze sport worden blootgesteld aan onnodige risico's, omdat hun lichaam nog in de groei is. Maar Jake heeft nooit geklaagd over pijn of lichamelijke klachten gehad tijdens het trainen. Hij laat zich geregeld nakijken door doktoren en is in een goede conditie. De momenteel 20-jarige Jake heeft meerdere malen kampioenschappen gewonnen en blijft doorgaan met de sport. 6. Yogi en Saoedisch leger. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met het trainen van kinderen voor combat en oorlog. Dit is een zeer gewaagde claim, maar uit deze clip blijkt dat sommige mensen dit wel geloven. Deze kleine soldaat komt uit het Saoedische leger. Ze nemen hun defensiesystemen heel serieus en, zo te zien, beginnen ze al heel vroeg om kinderen te trainen om soldaat te worden.
In dit gedeelte is te zien hoe een jochie het opneemt tegen een volwassen opponent die ook nog eens een mes heeft in zijn hand. In de gevechtsdemonstratie is te zien hoe de kleine jongen vrijwel zonder moeite de grotere tegenstander kan verslaan. We geven toe dat het er niet heel overtuigend uitziet, maar alleen het feit dat men kinderen van heel jongs af aan op deze manier leert denken, geeft ons aan dat ze te ver zijn gegaan. Hoe denk jij hierover? Naomi Kutin. Naomi Kutin is een orthodox Joods meisje uit New Jersey dat heel erg sterk is. Ze heeft verschillende records neergezet in de powerlifting sport en verschillende gewichtsklassen. Op 10-jarige leeftijd verbrak het meisje een wereldrecord op het gebied van powerlifting. Ze tilde een gewicht op van 97,5 kilogram, terwijl ze zelf slechts 43 kilogram woog. Door deze opmerkelijke buitengewone lift werd ze al snel een mediasensatie en verdiende ze de bijnaam Supergirl. Naomi heeft vanaf toen ze 8 jaar oud was interesse gehad in de sport. Na haar beroemde lift heeft ze veel meegemaakt en veel moeten doorstaan om haar titel te behouden. Van strikte religieuze verplichtingen tot cyberpesten tot gezondheidsproblemen. Het is niet gemakkelijk om Supergirl te zijn. Hoewel powerlifting misschien geen typische keuze lijkt voor een jong meisje, mag Naomi wel als een voorbeeld worden gezien voor elk onzeker jong meisje. 4. Rich Piana. Het bedrijfsmodel van Rich Piana is gebaseerd op een eenvoudige slogan van enkele woorden. Koste wat het kost. Het is het motto van zijn bodybuilding en supplementenprogramma en de mantra waarmee hij zijn leven leidt. De reusachtige bodybuilder injecteert al meer dan 30 jaar zijn lichaam met anabole steroïden. Rich heeft altijd als doel gehad om de beste te zijn, ongeacht wat er ook voor nodig is. Zijn dagelijkse routine bevat een flinke portie steroïden, 9 maaltijden per dag, een reeks van workouts die niet bestemd zijn voor de normale persoon en een belachelijke hoeveelheid proteïne shakes waarvan de normale persoon moet kotsen. Ongelooflijk, maar hij wil groter worden en hij deelt deze bizarre reis met zijn trouwe miljoenen fans. Het is een controversiële figuur die openlijk praat over het gebruik van steroïden en geeft aan dat het zijn eigen lichaam is en zijn eigen keuze. 3. Piet Koch. Als je naar Piet Koch kijkt, dan wil je wel geloven dat je alles kan hebben in een leven. De 58-jarige man is acteur, bodybuilder en was NFL rugbyspeler. Niet alleen zijn carrière is indrukwekkend, maar ook zijn lichaam. Hij ziet er verdomd goed uit voor zijn leeftijd en heeft een veel betere lichaamsconditie dan heel wat jongere mannen. Piet is ongetwijfeld het onweerlegbare bewijs dat een continue toewijding aan keihard trainen je bijna onsterfelijk kan maken. Vanaf vroeger was hij geïnteresseerd in bodybuilden en gebruikte zijn zakgeld om sportbladen te kopen die hij keer op keer las. Arnold Schwarzenegger was zijn idool. Hoewel hij misschien niet meer zo gespierd is als in zijn jonge jaren, is hij blij dat hij gezond oud wordt en fit is. Hij concentreert zich op alles dat goed is. Hardlopen, sprinten, springen en roeien. Piet zegt dat hij nog steeds kan roeien, deadlifts doen en een kettlebell zwaaien en burpees doet. 2. Mary Duff. Geen kopje thee en kleedje haken voor deze oma. Mary Duff is een 70-jarige oude dame en, je gelooft het of niet, een powerlifter. Met 25.600 volgers op Instagram is deze oma niet zomaar een oma, maar eentje waar je enorm veel respect voor mag opbrengen. Niet alleen omdat ze een senior burger is, maar meer nog omdat wat ze kan doen. We durven te wedden dat je het haar niet zomaar nadoet. En als je het wel kan, dan moet je in acht nemen dat Mary 70 jaar oud is. Deze taaie oude vrouw heeft aan verschillende powerlifting competities meegedaan. Zij wist onder andere een record te vestigen in de IPA Women Masters 65-69 Ironman Push-Pull competitie met een deadlift van 115 kilogram en een benchpress van 59 kilogram. Ze heeft meerdere titels op haar naam staan en is in een topconditie. 1. Muscle Barbie. Julia Vins is een vrouwelijke powerlifter en social media influencer die bekend werd vanwege haar krachtige vaardigheden, maar toch vrouwelijke uiterlijk. Ze kreeg de bijnaam Muscle Barbie. Ze werd in 1996 geboren in Kostanai in Rusland en startte op de jonge leeftijd van 15 jaar met powerliften. Op school studeerde ze muziek en kunst, zonder echte ambities voor sport. Toen ze 12 was, ontdekte ze echter gewichtsheffen. Ze begon hiermee met de bedoeling om in vorm te komen en zelfvertrouwen te krijgen. Hierna kreeg ze interesse voor fitness en genoot van de veranderingen die ze in haar lichaam zag.
Na een jaar zocht ze een coach om haar lichaamsbouw te helpen ontwikkelen. De enige coach die ze kon vinden was echter iemand die haar powerlifting of kettlebell training zou leren. Ze koos voor powerlifting. Na nauwelijks een paar maanden van trainen van powerlifting begon Vince aan wedstrijden mee te doen. Vanaf het begin begon ze aandacht te trekken als gevolg van haar succesvolle competities. Ze heeft 948.000 volgers op Instagram. Dat was de video met 10 sterkste mensen ter wereld die te ver gingen. Kende je deze sterke mensen al? Zou jij ook heel sterk willen zijn? En ben je bereid om net zo hard te trainen? Laat het ons weten in de comments. Als je hebt genoten van de video, geef het dan een like, abonneer op het kanaal en zet zeker ook de notificatiebel aan om als eerste een melding te ontvangen zodra wij weer een nieuwe video hebben geüpload op ons kanaal.